Ben, die het heel veel betekent voor de gemeenschap van Vierlingsbeek. Je zat dus ooit Prins Carnaval geweest in 1965, dat is wel heel bijzonder. Maar ook Prins Carnaval van de KBO hier in Vierlingsbeek, Groningen in 2005. Hij is 10 jaar bestuurslid geweest van de KPJ hier in Vierlingsbeek, Groningen. Bestuurslid Stichting Exploitatie Bestuur Sportpark Zoetendaal van 1996 tot 2016 en bestuurslid van de Rabobank van 1981 tot 2005. En Ben is ook 50 jaar voorzitter van het kerkkoor en vicevoorzitter van de KBO. Heeft in de reiscommissie gezeten, veel de reizen meegeorganiseerd en vanwege zijn afscheid als bestuurslid en vicevoorzitter van de KBO is hij voorgedragen voor de speld van verdiensten van de gemeente Boksmeer. En die mag ik nu op gaan spelen. Nog eens kijken of dat gaat lukken. Ik ga zelfs feliciteren. Speciaal moment, hè? Dank je wel. Dus ik zie hoe dat gaan doen. Ik ga extra dingen eraf trekken. Misschien al die ellendige dingen. Nou, dat valt met. Pukkie houden, Ben. Wanneer is het lekker? Zoveel heb ik niet. Met houden. Ja, dat gaat een beetje moeilijk, maar dan doe ik hem toch maar echt zo erop. Normaal met die op de revers van de jas. Ja. En met het gemeentewapen erop, alles erop en eraan. Dankjewel. En dan hebben we ook nog een bloemetje voor de echtgenoten. Waar zit de echtgenoten? Daar zit het al. Oh, Hanni is. Hanni, ik ga je ook feliciteren. Ja, dankjewel. Onverwacht, hè? Ja. Proficiat met. Dankjewel. En dan krijg je ook nog een hele mooie oorkonde voor in de verkamer, zullen we maar zeggen. Kijk eens hier, Ben. Zullen we een foto of even voor het. Kijk. Oh, ja, ik heb nog eens bij. We doen het nog maar meteen, nog straks. Ah. Ja. Beetje laat zakken. Ja. Een verrassing. Ben is niet een enige. We hebben nog iemand die ik de speld van verdiensten mag overhandigen. En dat is mevrouw Sjan Vervoort, de koning. Kijk, ja, ook gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, dat komt, dat is geen spel, moet ik op voorhand bij zeggen. Het is een hanger, ook met het gemeentewapen op. Maar die zullen we eerst maar. Zo ik zeg, het verhaal is wel lezen wat er gewoon hangen, dat is misschien net zo makkelijk. Mevrouw Sjan Vervoort de Koning, wat een mooie naam. Heeft al zeker meer dan 15 jaar gefungeerd als programmabegeleidster bij de KVO, Vierlingsbeek Groeningen. En dit heeft ze naast de bestuursfunctie bij de KVO gedaan. En nog steeds helpt ze bij de jaarlijkse kerstmarkt. Daarnaast heeft mevrouw Vervoort zeker 20 jaar achter de tap gestaan. Ik neem aan de goede kant. En dan moet ik het niet maken. Dus bij het jaarlijkse muziekspectakel op de Toffel. 12 jaar heeft zij een bestuursfunctie vervuld bij de KBO. Ze organiseerde 10 jaar de jaarlijkse dagreis en 9 jaar de meerdaagse reizen. Daarnaast zouden zij bij alle vernoemde activiteiten voor een vrolijke noot door een kleine act op te voeren of iets anders, en daar hou ik ook wel van. En daarnaast, ook heel mooi wat ze gedaan heeft, diverse jaren, meerdere jaren mantelzorg geweest voor haar echtgenoot, voor haar man. En vanwege het afscheid ook uit het bestuur van de KBO is zij voorgedragen door het bestuur voor de speld van verdienst, in dit geval een hanger van de gemeente Boksmeer. Proficiat! Nou, dat wordt een lastige, denk ik. Zal ik er voor je openmaken? Ja. Dan kun je ze open. En als je achter gaat staan, wordt je mooi. Dan gaan we ze eens proberen. Ik zeg een achterkant gaan staan. Oh, dan moet ik wel een man aan de verkant. Want je moet op mijn achterkant. Ja, zo doe ik dat niet dus. Zal ik meer rechts voor hem rijden? Ja, gewoon. Nee, doe ik zo. Dat werkt niet zo. Ja, ja, ik doe het zo wel. Ik wil zeggen, dat moet aan de verkant. Dat moet aan de verkant. Alleen, ik heb hele dikke vingers. Ja, dat is ook Ik zal ze jou nog wel.
dat is de generale. Ja, dat is het. Het is een heel klein ringske. Ja, hij zit. Nou. Dankjewel. Ja, je moet dat mooi afhangen van de foto, hè. Kijk. Misschien moet je het andere kettetje heel even afdoen. Want ik denk dat dat... Het zit nu al door elkaar, of niet? Moet ik helpen? Of een van de kinderen misschien? Ja, dat is meer een vrouwen ding, hè? Ja. Ja, en de, oh, dat doet ze verkeerd. Ja, dat doe ik wel. Even af. Je mag alles af. Alles af. Nou, dat geeft aan dat je het niet wist, hè? Anders had hij niet aangedaan. Nee. Nou, maar paast hij niet. De kleur van Fischer. Ja, prachtig. We hebben een bosje bloem hebben nog, Dini. We hebben natuurlijk ook een mooie bos bloemen bij. Hoi, dankjewel. En de oorkonde uiteraard, hè? Ik zal wat niks mooi pakken. Wat een bijzondere dag, hè? Mooi weer. Kijk, moet ik nou? Ja, dat moet ik even zo gaan doen. Oh ja, maar pak ik anders hem zo. Oh ja, jij zegt het. Ik heb wel een naam toe. Ja, ja. Dat is een druk, doe ik het ook niet. Nee. Ja, ja. Hanni ook erbij. Ga je nu op de achtergrond? Nou. Ik doe hem op de achtergrond, tussen de. Ja, 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 ja.